De vertrekhal in Deurne is leeg. De vluchten van CityJet naar Londen zijn geannuleerd. Want de piloten en hun crew willen niet opstijgen zolang de directie niet aan tafel gaat met de vakbonden. Hun arbeidstijd ligt op al 2 jaar in discussie met de werkgever. En daar wensen wij concrete afspraken over te maken. Bijvoorbeeld hoeveel nachtstops dat je moet hebben per maand. Dergelijke dingen die staan nog altijd niet op papier. En dat wensen wij nu zeer duidelijk op papier te hebben in een CAO-vorm. De meeste reizigers zijn dan maar terug naar huis gekeerd. Enkele hopen op een latere vlucht. Het is niet zo'n plotse staking zoals de mensen zouden denken, maar het is een resultaat van een reeds 2 jaar aanslepend conflict dat hier bezig is. Die vraag zal nog eens gesteld worden en mogelijk zullen wij beroep moeten doen op een sociaal bemiddelaar. Dus zolang zullen er geen vluchten vertrekken? Voorlopig zullen er geen vluchten vertrekken. Vliegtuigmaatschappij CityJet betreurt de actie, maar wil voorlopig niet reageren voor de camera.